Hoi beste kijkers, we zijn onderweg naar Oostwoud en we gaan naar een bed and breakfast. En die bed and breakfast heeft een hele leuke naam, Sus en Zomer. We gaan jullie daar zien en na het kijken even liken, hè? Kom binnen in ons tijdelijke huisje. Een leuk huisje. Ja, leuk hè. Ja. Nou, we werden heel hartelijk ontvangen net door Loes en Marja, geloof ik. Hele leuke vrouwen. Het zijn dus zussen. Nou, het bed is een. Het zijn twee eenpersoonsbedden. Maar ze zijn wel elektrisch verstelbaar. Dat ga ik je nu even niet laten zien. Maar het hoofdeind kan dus naar voren, naar boven. En dat is wel slim, want kijk eens naar waar het je uitzicht. Dan naar kijkt. Dan kan je 's ochtends kan je lekker vanuit je bedje zo ja, naar de weilanden kijken. Ja. Nou ja, moet je kijken, allemaal van dit soort details, hè. Wijnglazen. Lekker chocolaatjes. Ja. Kijk er nu even naar, want later is het op. Hier allemaal de inloggegevens van de wifi. Die gaan we dus straks proberen of het goede wifi is. En hier staan ook allemaal tips in waar je kunt eten en zo. Nou, dit is een Dyson. Televisie dus. Hier is ook nog een grappige retro radiootje. Ja. Nou, een spiegel. Kast. Oh. Ja. Nou, genoeg hè? Ja. Dat lukt. Nou, gaan we even de badkamer. Nou, kijk, er is ook een koelkastje gevuld. En dat mogen we gewoon allemaal gebruiken. Er zit zelfs wijn in. Ze hebben voor mij speciaal vegetarische vleeswaren. Kaas. Ja, daar zoetbeleg. Ja, zoetbroodbeleg nog. Hier een chips. Ja, chips. Koffie, een espresso apparaat en een waterkoker, thee. Nou, de badkamer met badjassen die je kan gebruiken. Oh, lekker. Nee, kom een drempeltje. Best wel een luxe badkamer, nee, luxe hè? Douchecabine met een handdouche en een zeepdispenser. Ja, zie je nog zeepjes en dingetjes? Wat is dit allemaal? Oh, dat is een douchemuts. Oh ja, best wel handig. Douchemuts. Het ruikt ook heel lekker hier, maar ik zie ook wel. Ja. Nou, ik zal nog even buiten het terrasje laten zien. Nou, wacht even, er zat ook volgens mij een zitje hier. Ja, kijk, een zithoek. Ja, let even niet op onze rotzooi. Zithoek. Lectuur. Gezellig lampje. Ja. En een privé terrasje. Waar we dan morgen het ontbijtje misschien kunnen doen. En hier kan je wat onderuit gezakt zitten. En hier kan je bessen plukken uit de struiken. Leuk hoor. Leuk hè? Ja. Nou, we gaan even kijken of we ergens lekker kunnen eten. Lekker even koffie drinken met chocolaatje. Of misschien wel twee. Of misschien wel drie. Het regent nogal. Misschien dat je dat wel hoort. En daar hebben ze iets voor bedacht. Want hier naast het bed liggen van die herriestoppers. Dus als je 's nachts niet kan slapen,
dan kan je die in je oren doen. Oh, het gaat nu ook echt omweren. Zodat je toch kunt slapen. Ik hoop dat je me hebt verstaan. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit... Oostwoud. Oostwoud, ja. Ja. Naar de kamer, dat heb je gezien. Ja, dat is geweldig. Ja. Alles is er. Laten we maar even puntsgewijs gaan beginnen. Want laten we beginnen met het bed. Het slaapcomfort. Ja, slaapcomfort. Ja. Yes. Ik wil ook zo'n bed. Ja. Ik weet niet wat het voor bed is, maar hij ligt echt heerlijk. En hij kan ook dus versteld, de voet omhoog, hoofdeind omhoog. Want de tv die staat daar nogal hoog. Dus dan is het wel lekker dat je een beetje rechtop kunt zitten in het bed. Perfect. Nou, we hebben zo lekker geslapen. Ja. Nergens last van gehad van geluiden. Helemaal niet. Als we het hebben over één puntje... dat zei jij nog vanochtend, even de heg een beetje bijknippen, zodat we er overheen kunnen kijken. Ja, dat is even één tip die we willen geven aan de dames. Eventjes wat korter knippen die... Het uitzicht is mooi. Die struikjes. Dus, ja, want dan zit je lekker daar op het terrasje. En dan kan je er echt overheen kijken. En dan kijken. Zit je tegen die struikjes aan te kijken. Dus dat tip dus dat ik mijn snoeitang niet mee had, dan zal ik het zelf even gedaan. Ja. Nou ja. verder alleen maar lof. Ja. Zo nou, fijn. Douchen ook, hè? Ja, badkamer. Geweldig. Ja, heerlijke douche. Harde straal. Zoals het hoort. Je kan hem ook verstellen nog. En, groot. Ja, het wordt geen pierenbadje na het douchen, want het blijft allemaal binnen die cabine. Ja. Het is allemaal super schoon. Hele appartement trouwens, super schoon. En netjes alles. Ja, dus dat was ook helemaal goed. De wifi. Ja, wifi helemaal goed. Je krijgt een wachtwoord. Makkelijk. We hebben gisteren op mijn laptop even de Voice Senior zitten kijken. Ja. Nou, zonder haperingen. Dus de wifi is helemaal goed. Ja. Nou ja, toen gingen we vanochtend opstaan. En had een van de dames het ontbijt al buiten op een op zijn tray gedaan. In een mand. En nou ja, wat daarin zit, dat gaan we je nu even laten zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens wat er vanochtend op ons stoepje stond. Het is echt heel uitgebreid. Croissantjes. Broodjes. En fruit zeker. Fruit. Die hebben ze voor Anita gedaan. Nou, wat een chocolade. Ja. Lekker. Nou, wij gaan lekker eten. Eitjes. En dan met zo'n uitzicht. Ja, het maken. Zo kan het dus ook. Die komt eraan. Smaakt het dan ook, hè? Deze maand is jouw favoriete zomerhit. Ik heb nog nooit zo'n uitgebreid ontbijt gehad bij een bed and breakfast. Dit is echt, dit snapt echt nergens op. Moest kijken. Het is voor een heel gezin. Jongen. Echt. Alles. Maar het is ook allemaal lekker. Dus ja. Ik wil het ook allemaal. Nou, dat is bijna nog beter als een Van de Valk ontbijt. Ja, en dat is een compliment. Hè? Dat weten jullie. Echt. Super. Wow, echt. Alles. Alles. Ja, ze vertelden ons trouwens gisteren dat het €85 kost om hier te overnachten. Inclusief ontbijt is dat. Ja, en dat is prijs-kwaliteit verhouding perfect. Helemaal goed. Ja. Echt waard. De omgeving. Ja, nou, als je hier dan toch zit, ga naar Medemblik. Horen is ook dichtbij. Er is hier ook om de hoek een sauna. Je hebt dus West-Friesland, een perfecte uitvalsbasis voor West-Friesland. Hoe heet dat? Openluchtmuseum zit hier ook in de buurt bij Enkhuizen, Sprookjesbos, dus nou, dat is allemaal leuk. Hartstikke goed, ja. De dames zelf, het personeel, ja, het is niet echt personeel, maar de dames die het hier runnen, zijn zo enthousiast warme, over. Spontane, gezellige... Meiden. Ja, hè? En ze zeiden ons gisteren al dat ze apaka's
hadden. Ja, alpaca's hebben. En, nou, in de achtertuin. Dat, ja. Dus dat wilden we wel heel graag zien. Dus vanochtend even gaan kijken. Hebben we ook beelden van, hè? Ja, alpaca's voeren doe je ook niet elke dag. Dus nee, dat precies. Was wel leuk. Ja, inderdaad. Leuke beestjes. Ja. Kan ze even alleen voeren, en, maar je kan niet met ze kroelen. Dat is jammer. Ja, jij wilde rollenbollen. Ja, hij wilde rollenbollen met de alpaca's. Nou, we kunnen alles, eigenlijk concluderen. Ja. Alles bij elkaar krijgt deze bed and breakfast van ons een uitstekend. En dat is het hoogste. Ja. Echt waar. Er valt niks te verbeteren, dus wat moet je nog meer? Dus het is wat zo. Ons betreft een aanrader. Absoluut. Zeker weten. Compliment hoor, doei!